Hallo allemaal, super tof dat jullie weer kijken naar een nieuwe video op ons kanaal. Ik ben Jos van JNM Producties. Niels is er ook weer bij. Hallo. En hij is vandaag mijn hulpje, want we hebben vandaag weer een laptop 10. Ik heb de telefoon niet meer bij. Helaas niet de werktelefoon, omdat ik voor mij is dat ik dan morgen naar Noorwegen ga. Er komen trouwens een hele leuke vlogs aan. Elke dinsdag gaan we dat doen. Er kwamen al heel erg weinig normale video's aan, dus dan praat je een beetje over. Dat komt omdat deze week hebben we heel veel vooruitgewerkt, waardoor we deze week niet zoveel konden uploaden. Ja, dus ik ga lekker vloggen op vakantie. Zien jullie ook niet zo vaak van mij. Maar goed, daar gaat het vandaag niet over. Het gaat vandaag over de top 10 succesvolste films ter wereld. De nummer 10, dat is de Fast and the Furious nummer 7. En Niels gaat vandaag alles erover zeggen. Zo! En toen zat ik er opeens, zo met een mooie flits. De Fast and Furious 7. Jij hebt er niet gekeken? Ik heb zeker wel het kijken van Fast and Furious. Het gaat over racers en dan... dat zijn zeg maar straatracers en dan mag je tegen van de politie. En dan... ze helpen soms wel met de politie, ze pakken bendes aan. Terwijl ze zijn zelf ook een bende. En dat gebeurt er. Een beetje vechten, een beetje schieten, een beetje racen. Dat gebeurt er eigenlijk. Oké. Dus zullen we doorgaan met nummer 9? Nummer 9. Ik kan alvast verklappen, dat is de Avengers. En trouwens, de opbrengst van deze film is, mag ik het zeggen? Ja. Yeah. Is 1,5 miljard. Dat is veel. En uit welk jaar kwam die nou? 2015. Hartstikke mooi. De nummer 9. De nummer 9. Nummer 9, ja, dames en heren. Dat is... mag ik graag een tromgeroffeltje? De Adventures, dames en heren. Hij komt uit 2012 en de opbrengst horen jullie zo van mij. Terug naar Niels. Ja, ik heb deze film ook nog nooit gekeken. Ik weet ook niet echt waar die over gaat, maar als ik het zo hoor, want ik heb bijvoorbeeld wel andere films van de Avengers die later nog terugkomen, heb ik gezien, maar als ik het zo hoor, denk ik dat het vooral over de Iron Man, Spider-Man, Thanos, denk ik, dat is de schurk. Al die superhelden, zeg maar, denk ik dat die daar tegen vechten of tegen andere schurken. Hij komt uit het jaar 2012, dus ik weet niet of Thanos er toen al was. Of, ja, denk ik trouwens wel. Maar, I don't know, ik heb hem nog niet gezien, dus de opbrengst. Ja, mag jij vertellen? Mag ik gaan vertellen? Jawel, dames en heren. De opbrengst is 1,5 miljard dollar, dames en heren. Op naar de... Oh ja, en dit is trouwens... De opbrengst is 3 miljoen meer dan de Fast and Furious, want ja. Ja, dames en heren, ja, we gaan van laag naar hoog, dames en heren. Dus het laatste puntje is de duurste film ooit, de nummer 8. De nummer 8, dames en heren, dat is, die kennen jullie vast wel. The Lion King, dames en heren. Hij komt uit 2019, op best wel recent, moet ik zeggen. Dus dat betekent dat het niet de getekende versie is, maar de real, zeg maar. De real version, ja. Yeah. Nou, daar komt nieuws weer. Ja, The Lion King kennen jullie eigenlijk allemaal wel. De leeuw, die is de broer van... Wat is het eigenlijk? Is dat een soort van... Een cheetah? Nee, ik weet het eigenlijk. Ja, zoiets. Volgens mij een cheetah, maar dat weet ik niet zeker. En die cheetah, of die broer, wil dan heel graag de koning worden, zeg maar. Maar het is natuurlijk de Lion King. Dus daar komt het zoontje dan van de echte king, die toen gedood was door de cheetah, door een sluwval. Was die, heeft dat kindje die cheetah, zeg maar, bestreden. En toen is dat zoontje aan de macht gekomen. En eind goed al goed. En wat is nou de opbrengst? 2019 komt hij. En best wel recent, heeft Jos het gezegd. En de opbrengst is maar liefst, als ik het zo heel even snel uitreken, ga ik niet goed doen. Want dat is echt veel te veel. Ja, meer dan 100 miljoen is het meer.
Namelijk 1,663 miljard dollar. Zo. Dat komt allemaal door die YouTube-moedjes. Of nee, Netflix-moedjes. Oké. Volgens mij staat deze niet eens op Netflix. Nee, denk ik niet. Prime Video monies. Nou, dan gaan we nu door naar de nummer 7. Nummer 7. Ik blijf gewoon heel op zitten en dat is Jurassic World. Dames en heren, de nummer 7. En we gaan steeds weer hoger. Jurassic World 2015, dus dat is alweer een tijdje terug. 7 jaar. 7 jaar al? Was ik geen idee hoe oud, maar goed. Maar goed. Jurassic World dus 2015. En ja, daar komt weer een stukje informatie. Ja, Jurassic World heb ik wel gezien. Ja, een tijdje terug. Maar ik heb hem wel gezien. Ik weet nog wel waar hij over gaat. Hij gaat Jurassic World, iedereen kent het wel, om dino's. Vooral die T-Rex, is heel erg afleidend. En daar moeten ze zich ook tegen verdedigen. Niet verdedigen, het is zeg maar hoe ze er zeg maar werken. Dus het beginstukje is een beetje eng dat, dat ze een raptor in een kooi moeten doen. En dan wordt er iemand, even piepen voor de kleine kinderen, opgegeten. Door die raptor. Ik denk dat jullie wel kunnen raden wat er met diegene is gebeurd. Die wordt ook dat gedaan en ja, dat. Voor de rest niet heel veel. Is dat, denk ik? Ja. Ja, hoe ze daar werken, zeg maar. Dan gaan we nu door naar nummer 6. En ja, ik weet niet. Trouwens, nog helemaal niet de nummer 6, want de opbrengst. Oh ja. Ja, de opbrengst. Het was Jurassic World 2015. En de waarde, althans, de opbrengst van deze film is 1,670 miljard dollar. Dat is veel. Dat is heel veel. Oké, dan gaan we nu naar de nummer 6. Nummer 6, dames en heren. Dat is de nummer 6, hoe heet die? Oh ja. Spider-Man No Way Home 2021, best wel recent. Komt die? Ja, ja, ja. Ik wil eigenlijk zeggen dat we hier een short over hebben geraakt. Maar dat is de andere van Spider-Man. Lekker Spider-Man kijken. Oké, kom op. Spider-Man, doe voorzichtig. Ik geloof in je. Oké, wat de hel is dat? Kom op. Ja, lekker! Kijk uit, hè? Oh. Dit is heel vaak in het nieuws geweest, deze film. Dit gaat gewoon over Spider-Man en de andere Spider-Mans van de jaren terug. Die samenwerken en ja, die hebben dan gesprekken over blablabla. En deze is heel veel in het nieuws geweest. In het eerste weekend was hij al heel bekend, volgens mij. Was hij het meest bekeken film aller tijden, volgens mij, of zo? Zoiets, ik weet het. Ja, ik weet niet heel goed, maar mag ik de opbrengst dan doen? Ja, de opbrengst. Ik heb deze nog niet gezien, dus ja. Spider-Man No Way Home. De opbrengst is, meis, meer dan, 230 miljoen dollar meer dan de nummer 7. En dat is maar liefst 1,901 miljard dollar. En dan gaan we nu door naar de nummer 5. De nummer 5, dames en heren, dat is de Avengers Infinity War. Hij komt uit, wat zal het nou toch zijn, 2018. Letterlijk al deze films die hier zo in staan zijn, zo erg recent nog. De meeste dan. Waarvan ik gewoon zo denk, van, hoe kunnen ze dan nu al zo bekend zijn? Maar die zit natuurlijk weer te wachten op de informatie, denk ik. Dus daar komt ie. Yes, there I am. Infinity War, ja, die heb ik gezien. Dat is zeg maar... Ik hoop dat jullie alle Avengers wel kennen. Hulk, Iron Man, Spider-Man,
Ik vergeet er een heleboel. Superman. Nee. Ja, weet ik veel. Superman niet. Ja, die kennen jullie allemaal wel, denk ik. En jullie kennen toch hopelijk ook wel Thanos. En daar strijden ze tegenin. Gaan ze proberen, het is wel die handschoen met al die stenen. Daar gaat het om, daar vechten ze om. En ja, dan gaat het eigenlijk om wie als eerste al die stenen heeft. Dat was Thanos. Sorry voor de spoiler, als je hem net wil kijken. Die had een knipje in zijn vingers gedaan. Alles was it gone. En het werd weer goed in de Avengers Endgame, die later in deze laatste terugkomt. En dan gaat Jos nu de opbrengst bepalen. Hij komt uit 2018 uit je dat 2018, ja. Nou, wat weet je, Jos van bezitten. Nou, dames en heren, de opbrengst was van Avengers. Maar de opbrengst, dames en heren, en nu zitten we toch wel echt op een van de hoogtepuntjes. 2018, de opbrengst. Heel even. Hoger dan deze miljard wordt het niet. Ja, dames en heren. We zitten nu al op de nummer 5 en de opbrengst hiervan is maar liefst 2, nog wat blijkbaar, miljard dollar. Ja, hoe moet ik het anders gaan zeggen, dames en heren? De volgende. De nummer 4, dames en heren. De Star Wars episode blablabla, The Force. Star Wars episode 7. Oké, ook goed. En dan zover nog. We gaan maar gewoon gelijk door. Ja, jongens. Ik heb eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, nog nooit van deze film gehoord. Ik heb hem ook nog nooit gezien. Hij komt uit 2015. Ja, nee. 2015. Jawel, 2015. Maar ik ken hem niet. Ik ben sowieso niet zo'n heel groot Star Wars fan. Mijn vader wel, maar ik heb alleen de eerste gezien. Ja. Dat. Ik heb er voor de rest ook geen informatie over, behalve dat hij 2,069 miljard dollar is en hij komt uit 2015. Gaan we nu door naar nummer 3. De Titanic! Hadden jullie wel verwacht, denk ik. Uit 1997. Hartstikke oud. Maar ik vind het gewoon zo leuk van wat het drama is en dat vind ik gewoon echt leuk. Ja, ik kan er niks anders over zeggen. Het gaat over een zingende boot. Titanic. 1903 of zo? Was die... Het was 1911 of 1912. Ja, zoiets. Wel, ja, dat. Maar wat ik wel weet is dat hij op de werelderfgoedlijst staat. Dus het is ook best wel heel erg speciaal. Hij ligt nog steeds op de bodem. Van de Atlantische Oceaan. Op 4 kilometer diepte. Maar dat is gewoon mijn lievelingsfilm. Het gaat over een zingende boot en over een stelletje, Jake of Jan, Jack en weet niet. Geen idee. Hier komt even een stukje in beeld. Stukje. Titanic, echt mijn favoriete film. Het gaat over een liefdeskoppeltje die de Sarah was dat toch? Denk ik wel. Ja, volgens mij Jack en Sarah. Ik heb hem zelf ook echt nog nooit gezien, maar ik ga het sowieso nog een keer zien doen. Ja, hij is echt heel leuk. Maar dat vond ik gewoon echt een hele leuke film en Sarah is de enige die overleeft. Jack verdrinkt. En dan gaan we nu, de opbrengst. Opbrengst en daar. Ja, die mag jij dan doen. Okay. 200 miljoen meer, nee 130 miljoen meer dan de nummer 4. De opbrengst, dames en heren. Hier hebben jullie denk ik wel een tijdje op gewacht naar al die informatie. It is not boring. 2,201 miljard was het dollar, dames en heren. De nummer 2. Dames en heren, inderdaad, de nummer 2. Die heet The Adventures
Endgame uit 2009. Ik wou het wel anders gaan zeggen, maar in ieder geval 2019, dames en heren, komt ie. Ja, Avengers Endgame heb ik zeker wel 3 keer gezien. het is een vervolg op de Infinity War, waar Thanos dus een knipje in zijn hand heeft gedaan. Ze zoeken Thanos op, killen hem, dat is allemaal het begin. Dan, omdat Thanos dat knipje in zijn hand heeft gedaan, is de helft van de... al het leven in het hele universum is dood. En dat willen de Avengers namelijk voorkomen. Dus ze willen terug in de tijd. Terug naar de Infinity War. En daar gaan ze het echt uitvechten. Killen ze Thanos nog een keer. En eind goed al goed. En dan vragen jullie af wat de prijs is. Dat mag Jos doen, want ik ga de volgende al helemaal vertellen. Oké, dames en heren. De opbrengst hiervan, en ik weet het, ik doe het alweer... is namelijk 2,797 miljard dollar. Maar dan is nu de echte banger. Nummer 1. De nummer 1, dames en heren. Daar komt ie. En de nummer 1 is... Jullie hadden het wel kunnen weten. Trommelroffel. De allereerste video van jullie. Nee. Piep. De opbrengst daarvan is echt 0,000 cent. Gewoon niks. Ja, gewoon echt niks. Maar de echte nummer 1 is Avatar. De echte, yes. Dat vind ik echt, dat is by far mijn lievelingsfilm. Ja, hij komt uit 2009. Het gaat om, zeg maar, blauwe wezens, zeg maar. Voor, Jake? Of is dit Jack? Of is het Jake Paul? Nee. hij heeft geen benen meer, maar in die wereld gaat hij, of hij werkt voor het leger en ze willen die wereld, ze hebben daar een vloeistof die heel veel geld waard is. Dus ze sturen hem als een spion daarheen. En hij was verlamd door zijn benen bij een ongeluk. En toen was hij in dat lichaam, want het is echt... De verhaallijn is echt in, weet ik veel, jaar 4000 of zo. Want ze hebben allemaal technologie. Dus ze kunnen zo'n lichaam goed namaken. En hij had gewoon weer benen. En hij ging de wijde wereld in. En toen werd hij verliefd op een meisje. Is hij nooit meer teruggekomen naar de mensheid. En heeft hij geholpen om die planeet te redden. Van die mensheid. Want die wou het helemaal voor niet gedaan. En dan wil je vast weten... Het jaar is 2009. De opbrengst hiervan is maar liefst precies 50 miljoen dollar meer dan de nummer 2. En het is maar liefst 2,847 miljard dollar. Zo. Leuk. Zo. Bam. Aftikken. Maar dat was deze video voor vandaag. Ja. Volgende week zondag weer een top 10. En hou vooral ook zeker de serie in de gaten naar Noorwegen met Jos. Zeker. Dan wil ik nu zeggen, abonneer op ons kanaal. Smash even het like als je nou een leuke video vond. Ook als je geen leuke video vond, kom op, smash even die like omhoog. Daar worden wij blij van. Abonneer op ons kanaal, abonneer ook op Jenny Shorts. Jenny Gaming komt zo meteen in beeld. En zien jullie bij de volgende video. La la la.